Hoi, PCA hier met een nieuwe video. En wat leuk dat je naar deze video kijkt. In deze video ga ik vraag 3 van het aardrijkskunde examen VMBO-TL uit 2019 met je doornemen. Ik heb hier de vraag geopend. Vraag 3 voor 1 punt. En hier staat lees bron 2. Dus dat ga ik als eerste doen. Bron 2 staat hierboven. Die heet zeespiegelstijging en ik lees hem even voor. Volgens klimaatdeskundigen van de Verenigde Naties zal de zeespiegel gedurende de 21ste eeuw wereldwijd met 26 tot 82 centimeter stijgen. Dit is het gevolg van de uitzetting van het zeewater en het smelten van gletsjers en ijskappen. Oké, ik heb de bron gelezen. Nu ga ik de vraag lezen. Nederland zal extra geld moeten investeren om maatregelen te kunnen nemen om het land veilig te houden bij een stijgende zeespiegel. De vraag is dan, geef een voorbeeld van een maatregel die Nederland daarvoor zal moeten nemen. Let dus op, je moet hier één voorbeeld noemen, dus niet twee. En het moet een maatregel zijn die Nederland kan nemen. Om het land veilig te houden bij een stijgende zeespiegel. Je kan hier een aantal maatregelen kun je noemen. Daar kun je uit kiezen. Je zou bijvoorbeeld iets kunnen zeggen over de zeedijken bijvoorbeeld. Hè? Het versterken of het verhogen van de dijken. Je ziet hier bijvoorbeeld de Afsluitdijk, een van de bekendste zeedijken van Nederland. Zoals je weet liggen grote delen van Nederland onder de zeespiegel. En de dijken die houden het water tegen. Het is een waterkering. Wat je ook zou kunnen doen is dat je gaat kijken naar de duinen bijvoorbeeld. Hè. De duinen zijn natuurlijke waterkeringen ook langs de kust. Zeker bij de westkust vind je natuurlijk duinen. En die kun je natuurlijk ook goed verstevigen, onderhouden of verhogen. Wat je ook kunt noemen is dat bijvoorbeeld het strand, hè, langs de kust bijvoorbeeld, dat ook wordt opgehoogd of verbreed. En het zou ook heel mooi zijn als je bijvoorbeeld in je antwoord het voorbeeld van de zandmotor zou kunnen noemen. Hè, want de zandmotor is ook een manier om ons te beschermen tegen een stijgende zeespiegelstijging, onder andere. En dat heb je, als het goed is, heb je dat ook geleerd. Nou, dat zijn 3 opties die ik nu heb laten zien. En als je dan naar het antwoordenmodel gaat, wat ik nu even met je ga doen, dan zie je dat ook staan. Hè? Vraag 3, de maximumscore 1 punt. Voorbeelden die je kunt noemen zijn de dijken verhogen, de stranden ophogen. Hè? Dus, en denk ook aan de zandmotor, de duinen versterken. En een optie die ik nog niet heb genoemd, maar die ook zou kunnen noemen. Dus een voorbeeld is dat je meer kwelwater wegpompt. Dat is grondwater wat omhoog komt achter de dijken en achter de duinen. En dat je dat wegpompt. Nou, als je één van deze antwoorden hebt gegeven als maatregel. Of als je één van deze voorbeelden hebt genoemd als maatregel. Dan heb je het goede antwoord gegeven op vraag 3. Goed, ik hoop dat je wat aan deze uitlegvideo hebt gehad. Vergeet niet om even een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan hoop ik je in ieder geval heel snel te zien in de volgende video, dat je daar ook wat aan hebt. En dan wil ik je ook nog alvast even heel veel succes wensen met het examen wat je binnenkort gaat maken.